Hallo beste mensen, welkom terug bij KH-Plays. Leuk dat jullie weer kijken bij een nieuwe video op YouTube kanaal. Vandaag mensen ga ik je nou een leuke video laten zien. Helaas wou ik een video van Minecraft maken, maar dat gaat al een paar dagen niet meer. Allee, nog niet zo heel lang, nog sinds gisteren. Als ik eerst een Minecraft icoontje, als ik daar heb geklikt, moet ik nou Minecraft kunnen openen. Zoals gewoonlijk hem dat kunnen spelen. Maar als ik er niet op klik, komt er dit op. Ja, Minecraft Launcher X systeemfout. En dat komt er altijd op, dus blijkbaar kan ik Minecraft niet meer opstarten. Als ik terug moet marcheren, dan kan ik namelijk, zo snel mogelijk een video maken van Minecraft. Dat kan wel lang duren. En als het niet mee marcheert, dan zal ik het zelf moeten repareren of moeten bellen naar iemand. Want ja, anders kan ik je video's niet meer maken en dat is ook altijd niet zo leuk. Dus ja, voorlopig werkt hij niet meer. Maar als het terug moet werken, zal ik wel terug video's kunnen maken. Als hij niet mee marcheert, dan moet ik het repareren. Hij ziet het repareren. En ja. Dat kan wel een tijdje duren, maar bon. Maar daar zal ik nog wel allemaal achter kijken, hoe ik dat het best kan repareren. Wat ik nog wil zeggen is dat ik hier van boven een balkje heb staan. Dat is best wel een mooi balkje. Dat je direct op Google Chrome terechtkomt. Dat is best wel handig. Ja, maar spijtig voor Minecraft dat hij niet mee marcheert. Spijtig. Want ja, ik had er altijd een video van willen maken, maar ja. En ja, nu gaan we voorlopig voor vandaag. Een video maken van de top 10 snelste vogels. Helaas kan ik daar niks aan doen, dat dat zo is, maar ja. Zowat zonder Minecraft moeten doen, hè, een tijdje, totdat hij marcheert. Maar het is te hopen dat hij zo snel mogelijk terug marcheert. Ja, daar zou ik echt wel heel blij mee zijn. Laten we dan een video maken van de top 10 snelste vogels. Op nummer 10 heb je de grote tafel eend, 116 km per uur. Wow, dat is snel. Maar hé, dat is niet. Het jacht een paard. Is dat niet sneller? Het jacht een paard. Nu 100 km per uur. Kan ze bieden op zoek. Grote tafel in 216 km per uur. Yeah. Oei. Een nice dier. Deze Noord-Amerikaanse eend, de grote tafel eend, ook wel een canvasbak. Is het grootste. Het is de grootste. Eén. In Noord-Amerika zijn we ongeveer 45 centimeter. Is dat groot? Ja. Dus dat is de grote tafel. Op de nummer 9 heb je de middelste zagebik. Dat is namelijk. Die gaat 130 km per uur. Wow. Maar zijn namen zijn ongeveer meer. De middelste zagebik is herkenbaar aan zijn kuif en een mandje aan een oranje-rode borst. Het is een duikeend. Maar kan zich ook in de lucht heel goed bewegen. Hij bepaalt snelheden van 130 km per uur. Dat is best wel snel. Op de 8, de spuurwinged goos. Wilde macaw. 142 km per uur. Maar ik zeg het, er zijn veel zoonvogels bij. Maar boom, de grootste spuurwinged goos. Of in het Amerikaanse de wild macaw. Kom je wild tegen Zuid-Afrika. Bij waterige plekken. 142 km per uur. Fred gaat volgens 153 man. Wow. Dat is echt snel. Hè? De Fred gewoon is een grote zeevogel. Ze zijn meer dan 1 meter lang en hun spanwijd is meer dan 2 meter. Het is door deze grote beurs bijna onmogelijk voor ze om van vlakke grond op te vliegen. Ze kunnen maar moeilijk lopen omdat de grote zijn ze vrij licht. Gebouwd, hierdoor kunnen ze hoge snelheden bereiken. Ja, 153 kilometer. Dat is snel hoor. Dan heb je op de nummer 6 de boomvalk, 161 kilometer per uur. De boomvalk is misschien een kleine valk, ongeveer 30 centimeter. Wel is hij wel. Ze kunnen snelheden behalen van 150 kilometer per uur. Ik heb die al eens gezien, ik weet niet eens meer waar op foto ergens. Maar ja, dat is een tijdje geleden. De gierzwaluw, mooie vogel ook, de gierzwaluw. Lijkt uiterlijk misschien wel op een gewone zwaluw, maar ze behoren tot een andere orde vogelsoort. De gewone zwaluw behoort tot de zangvogels en de gierzwaluw tot de gierzwaluwichtigen. Hun pootjes zijn bijna niet te zien. En ze landen dan ook niet op horizontaal oppervlakten, zagen met hun pootjes aan een verticaal object. Mede. Oh my god. Ook een vierde stekelstaart hier wel, 161 km per uur. Oké. Okay. Vrij snel.
En dan heb je ook een nummer 3, de giervalk. 209 km per uur. 2, op de nummer 2, de steenarend. 320 km per uur. En op de 1, dat tocht ik al, de slechtvalk. Dat tocht ik al. Dat tocht ik al. 389 km per uur. Vrij snel hoor, vrij snel. Maar ik ga even opzoeken vanuit Luipaard, hè. Kijk, 80 met 120 km per uur. En zeggen dat zijn als het dier is. Kan niet, want deze vogels hier is het bewijs dat zien zoals het dier. Kijk, vogels zijn ook dieren. En kijk hoe snel die gaan. Over de 300 km per uur. Oh, ik snap er niks van. Maar bom, dit was het eigenlijk voor vandaag. In deze video. Als jullie deze video leuk vonden, geef deze weer een dikke vette like. En dan zie ik jullie, ja, zeker volgende keer weer terug bij een nieuwe video van Gehaald is op mijn YouTube kanaal. Adios.